Cinderella, het uberromantische ballet over een doodgewone meid die haar prins vindt, gaat vanavond hier in première. Maar wij gaan ook andere mensen de kans geven om misschien wel hun prins of prinses te vinden. Welkom bij Tutu Tinder. Let's find some love, people. Let's find some love. In deze datingshow gaan twee mensen op zoek naar hun ideale match. Ze kiezen een persoon uit op basis van hun meldje. Het schoentje van Cinderella brengt haar bij haar prins. En dat is precies wat we hier ook gaan doen. Dit is Sandro, een hele sportieve kerel. Hij doet een master bestuurskunde en kan vandaag kiezen tussen deze sexy rode hak of een stoere bordeauxrode laars. En dit is Igor. Hij is acteur en theatermaker. Sleepte met zijn werk meerdere prijzen in de wacht. Hij kiest uit deze sportieve sneaker of deze excentrieke regenboogschoen. We zien onder het glittergordijntje een paar prachtige schoenen vandaan komen. Heb je al een beetje gegluurd? Een heel klein beetje, maar ik moet nog even zo goed gaan inspecteren. Ik ben ook heel benieuwd hoe die in zijn schoenen staat. Kijk, ik ben zelf een wat klassieker persoon, dus ik word wel sneller aangesproken door wat klassiekere hakken. Ja, ze zijn even lang, zie ik aan het silhouet. En heb je al iets waar je hart wat sneller van gaat kloppen? Van beide eigenlijk wel. Het kan nog alle kanten op. Oh, spannend. Jij mag de dames een vraag gaan stellen met het woord meldje in de vraag. Jeetje, nu? Oh ja, tuurlijk nu. De gênantste keer dat je op je meldje bent gegaan. Wie hebben wij hier achter het glittergordijn staan? Ik ben Stuart en ik ben een keer midden in het gangpad, terwijl ik de Flight Safety demo aan het doen was, ben ik lang uit in het gangpad gevallen. Dat was vrij gênant. Ja. Nou, ik ben een keer na een kerstborrel in het Oosterpark met een keit om snuffert gegaan, maar gelukkig zag niemand het, dus dacht ik, nou ja, oké. Nee, leuk. Ik kan erom lachen. Ik kan het ook wel waarderen dat ze dat zo eerlijk vertellen. Wat is het beste verhaal dat je hebt toen je dit meldje aan had? Nou, voor mij moet die anekdote eigenlijk nog komen, want het is de eerste keer dat ik deze meldjes aan heb. Ja, ik werk zelf in de schoenenwinkel. Ik droeg ze en dat iemand zei, ja, dit is echt perfect iets voor jou. En toen dacht ik, oké, nou ja, is goed, dan koop ik ze. Maar dit is dan wel echt het moment dat er tromgeroffel komt. Ja, dan ga ik er later onder monteren. Ja, dat dacht ik al inderdaad, ja. Hoor je het? Ja. Wie ga jij vanavond meenemen als date naar de première van Cinderella? Ik ga gewoon op mijn gevoel af. Ik denk dat ik naar lang overwegen toch de sportschoen Adidas voor het schoentje 1 moet gaan. Hallo! Hoe sta jij nu in de avond op dit moment? Ja, goede antwoord. In ieder geval, ik ben zeker blij met mijn keuze. Ik bedoel, kijk, klassieke stijl. Ik zie dat hij goed moeite voor heeft gedaan. Dat waardeer ik. Met een mooie avond, denk ik. Daar ga ik vanuit. Geen idee. Ik ken hem niet. Jullie mogen de trap op. Terwijl Cinderella haar prins vindt en het podiumspektakel ons van onze sokken heeft geblazen, wil ik er ook niet meer omheen draaien. Vliegen onze matches elkaar na de voorstelling in de armen? Of is het eeuw? Ik ben heel benieuwd. Hoe is het? Heel gezellig. Ja, het is wel gezellig, spontane jongen. Ja, leuk, gezellig, goede show. Wat dacht je toen je haar voor het eerst zag? Nou, een mooie meid, knappe meid. Ja, dat is zeker positief. Is er misschien al een klein vonkje overgesprongen? Voor mij kan het nog niet. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. Er is wel een klik, zo te zien, of niet? Volgens mij, als ik voor mezelf spreek, dan wel. Ja. Ik denk het wel, ik hoop van wel. Ik vind van wel. Nou, volgens mij hebben we allebei heel veel zin om steeds door het ballet heen te praten. Uit interesse in elkaar, of? Dat denk ik wel, ja. Hij heeft al mijn nummer gevraagd, dat zou wel goed zijn. Leuk? Ja, had ik alleen niet verwacht. Dus het is een leuke verrassing. Ja. Volgens mij is het hartstikke leuk, deze twee samen. Ik word er blij van. Love is in the air. Ooh, baby, love is in the air. Sandro en Lisanne appen nog met elkaar. Na kerst gaan ze waarschijnlijk nog een keer op date. Of het een vriendschappelijke of romantische klik is, dat moet de tijd nog uitwijzen. Joost en Igor hebben diezelfde week nog met elkaar afgesproken. Onder het genot van warme chocomel en marshmallows sprongen de vonken in het rond. De derde date is ook al gepland. En ze leefden nog lang en gelukkig. Tja, wie weet. I wanna be loved.